Wat is ondermijning? Ja, dat is misschien toch wel goed om het even over te hebben. Je hebt een categorie criminologen die het niet zo goed begrijpen, die willen van de term af. Maar het is omdat ze de term niet begrijpen. Kijk, je moet denk ik een onderscheid maken tussen georganiseerde misdaad en ondermijning. Georganiseerde misdaad, dat voelen we intuïtief wel aan wat dat is. Hè? Belangrijk dat dat in Nederland vooral drugs is. Want in Nederland is de drugscriminaliteit uit de hand gelopen. Hè? Dat blijkt uit allerlei internationale onderzoeken. En daar wordt heel veel geld mee verdiend. En dat is ook het belangrijkste kenmerk van georganiseerde misdaad. Namelijk dat het is verdiend, dat het is gericht op geld verdienen. En dit hoort er heel erg bij, dat het is afgeschermd. Dus op het moment dat je de georganiseerde misdaad ziet en meteen vermoedt, is er eigenlijk iets verkeerd gegaan.